Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Train Simulator 2016. Het is zondag en vandaag gaan we echt even een lange aflevering doen. Jongens, ik heb er zin in, dus laten we snel beginnen naar de intro! En vandaag gaan we rijden op een scenario waar ik al heel erg lang op aan het verheugen ben eigenlijk. En het is goedemiddag, Washingtonist. U bent onderweg met de Intercity naar Vlissingen. Om de trein in de provincie Zeeland aantrekkelijker te maken wil de politiek de snelheden op de Zeeuwse lijn verhogen van 140 naar 160 km per uur. De huidige Intercity doet er 1 uur en 2 minuten over om van Roosendaal naar Vlissingen te komen. En dat vindt de provincie te lang. Momenteel is men bezig met het testen van de verhoogde snelheid. U mag straks na Roosendaal 160 km rijden, maar tot Roosendaal wordt er nog een normale snelheid gehanteerd. Top! Dat gaat helemaal goed komen. Hier rechts zien wij de mooie internationale trein, om dat even te zeggen. De ATB staat aan. Ik ga er eigenlijk vanuit dat de koersborden ook al goed staan. En dit is trouwens een scenario van de one van Ruben. En ik heb al heel lang, wil ik dit scenario spelen. Maar iedere keer denk ik, ja dat komt wel. En tevens wil ik dan gelijk ook lekker veel comments gaan behandelen. En ik denk dat is wel een mooie dag vandaag om dat eventjes allemaal te doen. Goed, laten we nu eerst doorgaan naar station Roosendaal. We moeten niet op station Lage Zwaluw stoppen. We stoppen vandaag op Roosendaal, Berg op Zoom, Goes, Middelburg, Vlissingen, Soeburg en eindpunt Vlissingen. Dus dat gaat helemaal goed komen, denk ik zo. En waarschijnlijk hebben we straks nog dat ATB is het niet helemaal opgemaakt dat wij dus echt 160 mogen. Dus wij moeten eigenlijk even straks de ATB uitschakelen naar station Roosendaal. Dus dan zijn jullie daar ook weer van op de hoogte. De linkerkant een 10 baksfirm zo te zien. 12 baksfirm, hele lange. Matje 64 natuurlijk, heel mooi. En we hebben een lange rit voor de boeg vandaag. Dat is wel weer eens leuk, moet ik zeggen, op de zondagaflevering natuurlijk. Een lekkere, lange rit. Jullie moeten tenslotte Train Simulator binnenkort een tijdje even missen. Dus dat, En dit vind ik nog steeds gaaf, dat rechts hier zo. Heel gaaf. Ik geef een beetje tempo erbij. En dan gaan wij eens kijken hoe snel wij van Roosendaal naar de Vlissingen kunnen gaan. Ik ben er heel benieuwd naar. Dat is wel lekker. Dan kunnen we gewoon echt volle bak tractie geven. Ik wil het eigenlijk 1 uur en 2 minuten. Ik wil het eigenlijk naar ongeveer 50 minuten proberen te krijgen. Ik ben heel benieuwd of me dat gaat lukken. Dus 50 minuten van Roosendaal. Van Roosendaal naar Vlissingen. Dus we gaan eens kijken of dat gaat lukken zo meteen. En ga er ook even vanuit, jongens, dat ik deze lange aflevering niet de hele tijd ga praten. Want dat is een beetje lastig. Alleen ik ga zo meteen wel de comments natuurlijk behandelen, dus dat gaat gewoon ook helemaal goed komen. Tractie erbij. En zo meteen na station Roosendaal, dan gaan wij beginnen met de comments. Want daar zijn er ook een hele berg van. Al kunnen we daar in principe nu ook al wel gelijk mee beginnen, dat lijkt me ook nog niet zo'n heel verkeerd idee. We beginnen met de comments van aflevering 155. Daar reden we met de Game Channel Verum. En dat vonden jullie allemaal wel leuk. En wat had ik 80 duimpjes omhoog en dan maak je een nieuwe. En ik zie net te kijken en het heeft er momenteel 76. Dus dat gaat de goede kant op. Dus ik denk dat als ik, dat we dan na mijn stop, dat ik daar echt weer een scenario ook moet maken. Even kijken, Christian980 lijkt me wel grappig om je Let's Play Together met Bliefjes te doen met jullie repaint films aan elkaar gekoppeld. Misschien vanaf Alkmaar naar Zaandam, ja, en dat heeft ook een duimpje omhoog, zie ik. Dus dat is misschien wel, dat is wel leuk om te doen inderdaad misschien. Ik moet daar een beetje remmen, want er zit een goederentrein voor ons. Ja, ik heb dit scenario al eens een keer gespeeld. Dus vandaar dat ik dat weet. Zo. En we mogen weer wat gas bijgeven.
ook weer niet te snel. En straks na Zevenbergen volgens mij, dan gaat dat, die trein even op het rechtse spoor. En dan gaan wij die trein voorbij. Dus dat is ook heel leuk gedaan. Hier moeten we weer afremmen. Dus laten we gewoon even hier een beetje op doorgaan. Dan heb ik hier nog eentje van Gaming & Tech. Wauw, dit is een gave repaint van de Veer. Ik ben op vakantie naar Frankrijk geweest. Leuk Gaming & Tech voor jou. Bedankt voor jouw leuke comment ook. Colin Baas, zieke veren, kunnen wij hem ook downloaden? Ja, ik ben er alleen niet zo handig mee met de treinpunt en zo. Alleen misschien dat ik hem binnenkort aan iemand geef en die zegt, kan jij er eventjes fixen dat hij op het treinpunt komt? Want ik ben natuurlijk nu een moment ook heel erg druk. Gaming met Kian, ik ga morgen vloggen en treinen spotten. Leuk Kian, ook vooral met het lekkere weer natuurlijk, beide. En dan ik ga er een beetje gas bij geven. Dan heb ik hier nog een van Joren14. Waarom rijd je eigenlijk zoveel op Zuidwest-Nederland? Maar het blijft een mooie video en repaint. Ik vind dat een van de mooiste routes. En ik weet het niet, maar je kan zoveel verschillende dingen doen. Vandaag ook weer de snelheidsverhoging. En ik weet niet. Midden-Nederland, dat bukt en dit bukt niet. Dus dat vind ik eigenlijk de grootste reden. Dat Utrecht is zo gigantisch groot. Ik had een scenario gekregen van Edwin Aartsen. En die had, dat ging eigenlijk, hoe moet ik het uitleggen? Ik startte hem, we stonden op Utrecht. En eigenlijk, bam, het was al gelijk een tempdump. Ja, dat is, dan denken mensen, ja, dat is Midden-Nederland, inderdaad. Of de hart van Nederland, hoe dat tegenwoordig heet. Maar, dus dat is een beetje balen. En daarom denk ik van, nou, ik ga niet iedere keer achter elkaar, maar ik vind het wel heel gaaf. Want ook vooral juist deze lijn zijn juist... Ik denk dat dit de route is met de meeste ontwikkeling op dit moment. Dat vind ik wel gaaf. De linkerkant komt een firma voorbij natuurlijk. Dan heb ik hier nog een van ICE Master. Waarom zet je altijd dit streep V achter je reactie? Dat betekent dat je weet dat het van mij Victor komt. Ja, ik kan ook zo'n haakje doen. Mijn initialen zeg maar. Dan weet je wie de reactie plaatst en wie jouw reactie behandelt eigenlijk. Dat zo kan je het een beetje zien. Proberen kan altijd, zegt Treintuber. Ja, inderdaad. Niet geprobeerd is... als je niet probeert, dan weet je nooit een nieuwe ervaring, zeg maar. Arton Jonker, vette Veren, man. Ik ben gek op de Veren. Nou, dankjewel, Arton. Aparte naam, trouwens. Nathan Mosje, gave Veren. Nou, ik heb gezegd, bedankt voor je leuke reactie, natuurlijk. En dan heb ik hier nog eentje van Jurgen Smit. Victor, ik kan je voor een vakantie het Moesendaal aanraden. Of de Eifel in bijvoorbeeld Ulmen. Daar hadden ze een station dat je niet meer in gebruik is. Leuk om te zien, mis bij de Moesel leuke steden als Steer, Koblenz of Bulle. Of dorpen zoals Kochem, Belstein of als je rustiger wilt, kan ik vooral Rijl aanraden. Dit is wat minder bekend, maar dat vind ik tot nu toe het dorpje met het mooiste uitzicht vanaf... Het uitkijkpunt boven de wijngaarden. Hier kan je op een van de mooiste bouwwerken op de Mosjemaan, op de elektrisch gedeelte. Maar het dieselgedeelte gaat dwars door Rijl heen. Ik zal een aantal van mijn foto's sturen via de mail. Maar leuke video. En als je binnenkort een film hebt, zou ik graag met de Repaint La Game Channel rijden. Zou je een keer op de Mosselvilli route willen rijden en dan het dieseltrack van Koblenz of Kochem? Dat zou ik kunnen doen, alleen ik ben niet zo van Duitse routes en jullie ook niet. Want als ik op een Duitse lijn rijd, dan wordt de video niet zo heel vaak bekeken op zich. Dus. Matthias Zijlstra, mooie trein en leuke video. Dankjewel Matthias voor jouw leuke comment. Gamen met Kian. Die zegt, ik vind het een mooie Virum. De kleuren zijn ook echt mooi goed gemaakt. Jerome, dat logo is ook mooi. Hart van Nederland, beta 8 is uit. Jee, kun je snijden maken op Noordwest-Nederland. Noordwest-Nederland naar Alkmaar met de Game Channel weer en Bliefjes Express. Ja, dat zou een keer kunnen inderdaad. Ik zou zeggen, maak jij hem maar, Kian. Vette Verum, jammer dat deze niet echt bestaat. Nee, inderdaad, maar hij komt. Binnenkort wil ik wel dat hij op het treinpunt komt, dus dan weten jullie dat ook weer. Even kijken hoor, dan heb ik er hier nog een van ICE Master als een locomotief. Een treinstel meesleept, zit er altijd een wagon tussen de lok en het stel en achter het stel en wagon. Misschien is het leuk om dan met de 2200 te rijden. Ja, dat doen we inderdaad niet zo vaak. Misschien is dat wel juist eens leuk om dat te doen. Leuk idee. Maart NF, repaint is mooi, zou zo'n echt ontwerp kunnen zijn voor een of andere promotie.
Een livestream is met Train sowieso leuker, denk ik. Maar interactie en het scheelt jou een hoop editwerk. Ja, inderdaad, dat klopt. Blue Light 89, het zou gaaf zijn als deze voor iedereen te downloaden is. Ja, dat gaat binnenkort komen hoor, Blue Light. Geen probleem. Ruben van Doren, ik denk dat de CTA-bakken van Dode Wochel mist op Dordrecht-Zuid. Over de repaint vind ik de repaint mooi. Hij straalt rust uit en is niet al te opvallend als die van Bliefjes. Livestreams mag je inderdaad wat vaker doen. Blablabla, oké, hele lange als je hem wil zien. Ik zou zeggen, check hem eventjes. Ja, livestreams, ja, weet je wat het is? Ik heb in mijn huis waar ik binnenkort in ga wonen, neem ik een internetpakket waar ik sowieso 15 MB upload heb. Dus, en ik heb nu momenteel maar 4, dus dat scheelt me. Maar heel misschien kan ik ook een pakket nemen dat ik 30 of 50 upload kan halen. Dus dat is wel lekker. Het glasvezel ligt er alleen niet, dus, nou ja. Wie heeft je intro gemaakt? Kijk, dat is nou wel een leuke vraag. De intro hebben we echt eigenlijk, de vormgeving hebben we gemaakt, laten maken door een designer. En deze intro van... Die heb ik gemaakt. Alleen het logo daarin, die heeft dingen gemaakt. De designer, zeg maar. Dus zo moet je het een beetje zien. Eigenlijk een combinatie van ik en de designer. Erik Kiso dan. Leuke video. Arnhem, Utrecht, NSDDM, NS1847. Juist. En Sietsema, leuke aflevering en een mooie repaint van de film. Dankjewel en Sietsema. Voor jouw leuke comment. En dan heb ik hier nog eentje van Daans video's met de 2200 op de Duitse route van de Game Channel weer hem ophalen bij het industriegebied. Ja, dat is nou juist wel weer leuk inderdaad. Maar misschien ook wel weer leuk om dat juist in Vlissing op te halen zoiets. Ja, mochten jullie daar leuk vinden. Ik ben benieuwd. Jurgen Smit, het was wel al bekend met de trein eraan kwam. Ja, inderdaad. Dat zou ik zeggen, dat was al een tijdje bekend natuurlijk. En dan ga ik zo meteen na de stop van Roosendaal verder met de comments. Laten we eerst even gaan zorgen dat wij hier ook echt daadwerkelijk goed kunnen gaan stoppen. Want we moeten toch wel... ja, we hebben toch wel een redelijk lange trein ook. Dus ja, en dan kunnen we eigenlijk zo meteen kunnen we echt... Ja, na Vlissingen of na Roosendaal kunnen we echt gas gaan geven. En daar heb ik echt zin in. Ik zal dan ook de ATB uitschakelen, dus niet dat jullie denken, nee, want het is natuurlijk de bedoeling dat het tempo er lekker op gaat. En volgens mij kwam dat zo ook nog in een instructie dat de ATB daar een soort bug kan hebben. Dus ja, ik vind het wel gaaf om echt even het tempo erop te doen. Al haalt, heb ik nog niet echt de 160 met deze trein kunnen halen. De Veren kan het sowieso wel, alleen deze is net een paar kilometertjes trager. Zo. Remmen wij even af naar de 40 km per uur. Zo, en we komen inmiddels binnen op station Roosendaal. En ik had eventjes net een tempdump. Maar gelukkig, zoals jullie gezien hadden, heb ik hem opgeslagen. Dus hopelijk gaan we het nu niet hebben. Ik ga hem nu voor de zekerheid ook even saven. Want ik weet niet of je dan nog steeds weer vanaf die save kan teruggaan. Ja, heel krom. Maar ik heb er nu een goed gevoel over in ieder geval. Zo. En we moeten naar de 4A toe. Dus we moeten wel even flink in de ankers, denk ik. U vertrekt om exact 17 uur. U kunt dan makkelijk de tijd bijhouden om te zien of de verhoging van de snelheid en het overslaan van het aantal stop daadwerkelijk helpt. U mag bij hoge uitzondering de ATB uitschakelen om 160 km te halen. Oké, perfect. Dan weten we dat. Dan laat ik hem toch heel even doorrollen. Want dan moeten we echt op het A-spoor stoppen. Zo. En best apart dat ik toch net weer een tempdump had, jongens. Ik vind het heel raar. Ik hoop niet dat ik het zometeen bij Bergopzoom ook heb. Want daar heb ik het ook wel eens heel vaak gehad. En dan moet ik iedere keer dingen aan elkaar gaan plakken en zo. Dus ik hoop dat het hierbij blijft. Nou ja, we hebben tenslotte ruim 3 minuten om de passagiers in en uit te laten stappen. Dus dat lijkt me echt meer dan voldoende. Zo. Even kijken. Passagiers in en uit laten stappen.
En ja, ik weet het niet, maar ik vind het toch wel een gaaf idee als dit ooit echt in de praktijk zou komen. Ja, dat zou natuurlijk wel gaaf zijn, jongens. Maar goed, we gaan zien hoe het strand te rijden. Niet zo heel veel koplopers of ICMM's of iets in Zeeland. Dus ja. Even kijken. De internationale tuin hier gaat ook inmiddels weg. En dat vind ik wel leuk dat dit... Weet je wat ik apart vind aan deze bakken, jongens? En vooral aan deze. Het is heel raar dat deze hoger is. Maar het is ook raar dat de ramen blauw zijn. Of wat moet dit zijn? Ik weet het niet zo goed. En dat cijfer ook blauw is. Het lijkt wel of ze dit rood hebben gemaakt. En eigenlijk alles wat hier verder in zit, dat blauw is of zo. Ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben. Maar het is heel apart in ieder geval. En bij die blauwe is dat... Ja, nou ja, dat kan ook niet. Maar er is wel datgene wat wit moet zijn wit, zeg maar. Dus ik weet niet hoe dat kan, maar het is wel een heel raar dingetje op zich. Even kijken. Ik ben benieuwd of deze DDZ zometeen ook nog verder gaat. Goed, laten wij doorgaan met de comments. Even kijken. ICE Master, vakanties erg leuk. Ben naar Portugal geweest en heb vooral veel treinen in Nederland en Duitsland gespot. Oké. Nou, dat is een leuke dingen dan, denk ik. En dat waren tevens ook de comments van aflevering 155. Maar het is een lange aflevering, dus we kunnen er echt nog wel een afleveringetje comments doen. De comments van aflevering 156 en 157, die kunnen we natuurlijk ook nog wel even doen. Nou ja, 156 laten we dat sowieso doen. Want dan gingen we namelijk met de 6400 over Vlissingen Oost. En er zeiden nog een paar mensen dat niet Vlissingen Oost was of zoiets. Of niet de 6400 was. Maar laten we eerst even zorgen dat wij veilig uit de Roosendaal kunnen vertrekken. Dus we wachten eventjes tot de passagiers zijn ingestapt. En ik vind het nog jammer dat dit niet klopt, die borden, jongens. En jullie weten ook altijd wat ik gaaf vind, hè? Als de deuren dicht gaan, dat je dat dan van alle deuren ziet, zeg maar. Ja, ik weet niet, maar het is een apart dingetje. Even kijken hoor, zo moet dat wel lukken, denk ik. Om dat er goed op te krijgen. Kom maar op. Ja. Ik weet niet, maar dat vind ik altijd grappig nog steeds dat tegelijk gaat. Goed, we gaan Roosendaal even uitrijden. En dan gaan wij het gas er ook echt op gooien. En inderdaad, ik zie dat we nu ietsjes te hard rijden. Maar nu wil ik ook echt... laten zien dat we hard kunnen rijden, jongens. Want nu gaat het om de tijd tenslotte. Want ja, het moet allemaal sneller. Dus dan moeten we dat natuurlijk ook laten zien dat haalbaar is. Zo. Eventjes rustig aan doen. Om Roosendaal uit te gaan. En ik vraag me eigenlijk altijd wel af wat hier nou is. Oh. Want dit lijkt me altijd een beetje postachtig. Ja, ik weet het niet. Ik moet er eens een keer als ik er langs kom eens kijken wat er nou precies te doen is. Want... Zo. Nou, en dan zometeen als wij echt een toestemming hebben om de 160 te rijden, dan zet ik schakelijk de ATB even uit. En dan ga ik zorgen dat wij inderdaad zoals nu de snelheid van 160 kunnen halen. Of tenminste, laten we hem eerst even aan. Als de ATB moeilijk gaat doen, dan schakel ik hem uit. Maar er staat onderin dat we 160 mogen, alleen de ATB geeft 140 aan. Dus het is een beetje, ja, ik,
ja, ik weet het niet. Maar we gaan gewoon lekker voor de 160 natuurlijk. En ik wil in 50 minuten... wil ik in Vlissingen zijn. Dan hebben we toch een ruime tijdswinst van een dikke 10 minuten. En dat zou toch wel heel mooi zijn. Ja, het zou natuurlijk nog mooier zijn als het nog sneller zouden kunnen zijn. Maar het moet een beetje realistisch blijven. Dus nee, ik ben echt heel benieuwd. En ik denk jullie ook. Hoe lang gaan we erover doen om in Vlissingen aan te komen? Nou, de ATB doet het nog niet moeilijk. Maar dat kan inderdaad nu komen. Dus die zet ik mooi uit. Voor hoge uitzondering mag dat, hè, stond er. Dus dan gaan we dat natuurlijk ook lekker zonder ATB doen. En er zitten ook geen treinen voor ons. Dus daar hoeven we ook, ons ook niet druk om te maken. En ik denk dat dit echt... Jongens, even serieus. Maar kijk even. Dit gaat misschien nog wel de toekomst worden, hoor. Ja, ik weet het niet. Mocht er iemand van de NS kijken, jongens, kijk even. Of misschien zijn dat juist wel regels van ProRail. combinatie van, denk ik. Maar jullie zien het. Dit ziet er echt goed uit zo. En ik moet af en toe wel even niet vergeten om te saven natuurlijk. Maar nee, ik denk dat dit wel de toekomst wordt. Ik vind het alleen wel jammer dat de trein niet echt 160 gaat. Maar 156, ja, het is natuurlijk ook een mooie snelheid. En als we daar wel een mooie tijdswinst mee kunnen halen, dat zou wel ideaal zijn. Ik stel voor trouwens dat we na station Berg op Zoom weer verder gaan met de volgende comments. En dan ergens na Goes misschien nog een afleveringetje comments doen ofzo. Of na Kruiningen-Ierseke. We doen het lekker rustig aan. Maar de snelheid gooi je er wel op. En dan ben ik ook tevens heel benieuwd hoe het, of het er nou ook echt bij de overgang sneller uitziet. Normaal zie je oh ja, een trein. Maar ik denk niet dat er heel veel verschil in zit. Nou, je ziet niet echt dat die 15 kilometer sneller gaat. Ik denk ook eigenlijk dat het wel wat slimmer is geweest om, als dit ooit gebeurt, om treinen te hebben die dik eigenlijk gewoon goed 160 kunnen. Dat je nog een beetje speling hebt of wat ik wel eens doe, weet je wel. Gewoon 144 rijden, om er net wat tijd uit te rijden. Nou, het gaat er om spannen. Ik wil dus om 5:50 wil ik in Vlissingen staan. Dus ik ben heel erg benieuwd of dat gaat lukken. 5:50, dat lijkt me echt een mooi streven. En eigenlijk dus een 5:45 en 5:50 lijkt me een hele mooie tijdswinst. En als we het dan volgende keer echt met een trein proberen die goed 160 kan. Ja, dan is het helemaal goed natuurlijk. Net als de SLT kan volgens mij ook gewoon goed 160, makkelijk. Dus dat is wel leuk eens een keer om naar te kijken. Even 7. Ja, en speciaal voor deze dag is het eigenlijk... Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Hoe moet ik dat nou uitleggen? Speciaal voor deze dag mogen we dus de ATB uitschakelen. En dat is natuurlijk een hele bijzonder iets. Maar misschien zit Jerome te kijken die zegt van... Nou, op zich, het is geen slecht idee. Nee, ik vind van niet. Nou, snelheid er een beetje afgooien moeten we natuurlijk ook, als we iets harder rijden, iets eerder remmen. Al wil ik wel proberen eigenlijk, hoe moet ik dat uitleggen, om echt pas te remmen als we op het perron komen. Dus gewoon een laat rem, zodat we nog sneller kunnen zijn. Want het gaat natuurlijk om de tijdswinst nu. Dus nu moeten we ons eigenlijk bewijzen. Hetzelfde als je een examen hebt, dan moet je bewijzen. Dat is nu ook. Nu moeten we laten zien dat het sneller kan. Of niet. Hè? Dus we gaan het zien of het echt een tijdswinst gaat opleveren. Ik ben heel benieuwd. Zo. Ik weet het niet hoor. Of ik weet niet of we het gaan halen. Die kwart tussen de kwart voor en de 10 voor. Gaat er wel om spannen, denk ik. We gaan het zien zo. Want ik heb nou niet heel het scenario gespeeld, maar ergens tot Goes of zo volgens mij. Vond ik het wel even mooi geweest. Ik denk de rest doe ik wel in de aflevering.
Zo. En we hebben een lange trein natuurlijk, dus we moeten hem ook echt helemaal aan het einde neerzetten. En volgens mij moeten we ook echt korter stoppen, dus ja. Ik denk, er zit wel een tijdswinst in hoor. Alleen ik denk, als je altijd heel strak gaat rijden en echt op zijn max, ja, dan kan je als de echte vertraging is, kan je het er niet uitrijden. Dus ik denk dat dat het wel heel gevaarlijk gaat zijn. Zo. Passagiers in en uit laten stappen. En die stoppen ze ook niet heel erg lang, zoals je kan zien. Want die teller loopt al aardig snel. Even kijken of de achterkant staan we ook goed. Goed, de passagiers zijn inmiddels bijna ingestapt, dus we gaan zo meteen gelijk geven weer tractie. En we gaan nu eigenlijk gelijk door naar station Goes. En nu moeten we eigenlijk juist de tijdswinst maken. Maar waarschijnlijk zijn we er om 17:27. Dus het gaat er wel echt om spannen of het gaat lukken, jongens. Ik denk dat we nu echt het verschil moeten maken. Nou, hier mogen we nog even... Oh, hier heb ik heel vaak een temdump. Dus goed dat ik hem hier even save. Ik denk misschien ook omdat we nu de dingen sneller inladen, dat het dan ook misschien nog wel wat sneller mis zou kunnen gaan. Dus ja, ik weet het niet. Nou, we gaan in ieder geval knallen. We gelijk het 160 gebied in. Om vervolgens een lekker tempo te hebben. Ja, en ik denk dat we nu echt het verschil moeten maken, jongens. Even kijken. We gaan verder met de reacties van aflevering 156. Jerome Vet, leuke video weer Victor. En ik doe een gok in de tijd dat tempos nog draaiden, werd er hier ook zuur van cola gemaakt. Voor Coca-Cola en Pepsi. Dus het zou een cola zuur trein kunnen zijn. En in dit gebied rij je altijd zonder ATB. Als je namelijk het rangeergebied in komt, dan staan de borden dat je ATB uit moet. Dankjewel Jerome, collega. Hè? betreft de stroom, de elektrische lok komen alleen de vracht halen en brengen en de diesels rijden dit rond over het gebied. Ja, inderdaad, zoiets dacht ik al. Bedankt voor jouw comment, Jerome, natuurlijk, en jouw informatie. Dan heb ik hier eentje van Christian983. Duim omhoog, je missing textures zijn volgens mij de gele vertrekborden. Ondertussen is de update van Zuidwest-Nederland online, net zoals Hart van Nederland... Beta 8, de vechtlijnen 2.0. Overigens is iedereen op Train Simulator 2017 overgestapt. Van de YouTubers zijn de meningen mild. Wat vind jij de mening hierover? Nou ja, ik vind de grootste verandering van 2016 naar 2017 dat het één nummer omhoog is gegaan. Voor de rest zie ik eigenlijk helemaal geen verschillen. Dus net als de voorgaande jaren. Dus koop het niet, want dat is echt zonde. Bert van Münster dan, vond het weer een keigave aflevering. Vooral het industriegebied vond ik erg leuk uitzien. In Duitsland rijden de goederentreinen 100 km per uur. En in Nederland maar 80. Op het hoofdspoor vond het ook erg leuk dat je met een flinke snelheid op het hoofdspoor reed. Je moest wel aardig in de ankers gaan om de 40 te bereiken. Wel leuk dat je bijna bij je voordeur stopte. Ja, nog wel hè. Is natuurlijk niet echt voor dit scenario. Klasse Victor en tot de volgende aflevering. PS, heb vandaag een video uitgebracht. Waar ik de DDM 1A/B in het Spoorwegmuseum bezocht. Misschien interessant om daar eens te kijken. Je bent toch geabonneerd op mijn kanaal. Ik ga dat zeker doen, Bert. Bedankt voor jouw leuke comment. Dan heb ik er hier nog eentje van Henrico Games NL. Leuke video. Het is Train Simulator 2017. Ja, inderdaad. Mijn clip ietsjes voor natuurlijk. Tegenwoordig hebben we... zelfs een Train Simulator 2017 intro. Het moet niet gekker worden. Nathan Mosher, een leuke aflevering, Victor. Dankjewel, Nathan, voor jouw leuke comment. Lucas Kappen. Hallo, het is geen 4600, maar een G1206.
excuseer mij. Matthias Zijlstra, ik denk dat de bovenleiding er is, zodat als het moet een elektrische trein iets meer rangeerruimte heeft. Weer een leuke aflevering, dankjewel Matthias. En Sietsema, leuke aflevering zoals gewoonlijk. Dankjewel en Sietsema voor jouw leuke comments. En René Belman, om je vraag te beantwoorden betreffende de ATB reminstructie. Normaal gaat de witte lamp van de ATB pas branden als de machinist voldoende remkracht instelt. Hoeveel remkracht minimaal vereist is, ligt weer aan het gewicht van de trein. En is berekend dat de trein net voor het zijn de snelheid zou moeten hebben bereikt. In de cabine rides, zie ik echter wel dat de machinist in de meeste gevallen nog wel wat moet bijremmen. Betreffende het gebruik van nevenspoor, dat zou geen probleem moeten zijn als er echt niets aankomt. Echter is de treindienst vaak zo ingesteld dat de trein er net zo lang over zou moeten doen in Goes. Nog eens over van spoorweersel. Daarnaast kunnen op het linkerspoor veel minder treinen rijden door gebrek aan P-seinen. Er kan dus maar met een trein over het linkerspoor naar Goes rijden, terwijl het rechterspoor meer capaciteit heeft door de treinen achter elkaar aan te kunnen rijden. Oké, daarom zal ik de treindienstleiding er eerder voor kiezen om de treinen over het rechterspoor te leiden. Ja, ik snap het. Dan heb ik er nog eentje van Holland 1100. Leuke video, alleen ik dacht dat de BR-101 komt niet naar Nederland, of zie ik dat verkeerd? Nee, zover ik weet inderdaad niet, nee. Maar het NF ziet er leuk uit, alleen rijdt zelf liever met de personentreinen. Juist omdat dit sneller is, ook weer goed werk van Jerome. Deze route behoort tot de wel mijn favoriete nu. Ja, dat sluit ik me helemaal bij aan inderdaad. Train fan, het is inmiddels TS 2017. Ja, inderdaad. Ik hoop dat je het verschil ziet natuurlijk. De grote verschillen. My Gaming, dit is een coole band die duwt kolen over de band. En het echt zie je een band met, maar dan kan je het niet in een game. Ik snap niet helemaal wat je bedoelt, My Gaming, maar in ieder geval bedankt dat je weer een comment hebt achtergelaten. Nou, dat waren de comments ook weer van aflevering 156. We kunnen lekker even wat comments inhalen, moet ik zeggen. Dat vind ik wel lekker, jongens. We zijn er nog lang niet natuurlijk, maar... Even kijken, dan heb ik ook nog de comments van aflevering 157 zometeen. En dat zijn er ook al een aantal, maar laten we dat zometeen na station Goes gaan doen. Dat is wel leuk misschien. Want als het goed is moeten wij eens over een paar viaducten, of zijn we er al over gekomen? Volgens mij moet dat nog komen. Even kijken. Even kijken. Ik denk dat dat nog wel ergens moet komen zo, jongens. Want waar zitten we momenteel? We zijn net voorbij Rilland. Rilland Bad. Ja, dan moet hier moet er zo wel weer eentje komen. Autotrein. Hier zo komen wij langs station Krabbenijken geblaast. En zoals je ziet van onder, we hebben er alweer wat tijd uitgereden. Want we zouden er eerst 27 zijn. En nu 25. Dus het is wel knap dat we natuurlijk in 25 minuten van... 25 minuten van Roosendaal in Goes kunnen zijn. Dat is wel een hele mooie tijdswinst. Normaal doe je er ongeveer een half uur over van Berg op Zoom naar Goes met alle stops. Dus dit is een zou een hele mooie tijdswinst kunnen zijn. En ik denk dat we dat dan opeens toch wel gaan halen. Die tijd. Tussen 17:15 en 18:50. Dat moet echt wel goed te doen zijn, lijkt me. Autotrein met 3 loks ervoor. Heel gaaf. En nu moet het toch zo wel bij Kruidingen Ierseke zijn. Even kijken.
dan moeten we zo meteen toch op wel over een mooi viaduct komen. Even 7 nog. En laten we ook anders nou nu maar gelijk die comments doen. We waren zo lekker in de stemming, hoeven niet helemaal voor te wachten tot Koes natuurlijk. In aflevering 157 reden we met 1100 naar Lage Zwaluw. Een scenario van de one and only Edwin Aartsen. Eerste comment is van Christian92. Duim omhoog, leuk weer eens met de 1100 rijden. Persoonlijk vond ik het treinverkeer rond de jaren 80 en 90 leuker om te zien, omdat je verschillende trajecten meerdere soorten treinen zag. Ja, inderdaad, dat was hier ook natuurlijk. Er reden ook nog veel verschillende treinen. Vooral ook nog in de jaren 2000 eigenlijk. Nu is het tegenwoordig vaak Verum, ICMM of SLT. Zou je hier eens met 1300 kunnen toeren? PS voor Edwin Aartsen, mocht je nog inspiratie nodig hebben voor je scenario, kun je dat altijd contact met me opnemen. Nou, dan dat vindt hij vast wel leuk, moet ik zeggen. Edwin Aartsen. Jerome, vet leuke video. En Victor, ook een leuk scenario van Edwin. Had hem zelf nog niet gezien. Nee. Leuk is dat, hè? Dat het op jouw route allemaal leuke scenario's zijn. Nou goed, we komen in ieder geval met een lekkere vaart nu over door Kruiningen-Ierseke heen geblazen. Eigenlijk best bizar dat hier ook nog steeds een Intercity stopt. Gamen met Kian, nice video Victor. Ik ga binnenkort naar het Spoorwegmuseum. Ik heb er zin in. Nou, leuk. Maak maar een mooi plaatje van de Mat 64, zou ik zeggen. Altijd leuk. Nathan Mosje, je moet de lock van Dutch Classic pakket hebben. Swiftkeer zegt erop, laat hem het hem maar niet downloaden, want dan komt hij nooit meer weg. Of hij gebruikt alleen de simpele mode versie. Plus de framerates gaan dan naar beneden of de game crasht. Hij kan rijden, maar zodra het geavanceerd wordt en realistisch, dan ben ik bang dat het behoorlijk fout gaat. Zeg niet dat het fout gaat, maar ik denk het wel. Oké. Matthias Zelstra, ik heb wat tips voor de scenario-makers MDDM en DDZ nieuwe Intercity aan elkaar gekoppeld. Nieuwe en oude ICM aan elkaar, plan T en plan V aan elkaar. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Nou, een plan T en een plan V. Ik had die ding omlaag moeten doen. Dat is wel een leuk idee, inderdaad. Nou, we gaan een bergje af, dus gaat het tempo er ook weer wat meer op. Shario Rana die zegt dan: hey jongens, heb een vraag. Wat voor PC moet ik halen om minimaal Train Simulator om te spelen? En wat kosten ze ongeveer? Nou, mijne die was nog geen 1000 euro, laat het zo zeggen. Ergens in de 900 volgens mij. En je ziet het, daar kan je goed Train Simulator op spelen. Maar wil je er ook echt gamen? Dan zou ik nog een tandje duurder doen en zorgen dat je. Misschien, ja, ik weet niet, misschien een wat iets betere processor of zo, weet je wel. Dat je ook sowieso wat meer renderkracht hebt, als het ware. Dus, mocht je willen weten wat voor computer ik heb, dan mag je het gerust weten. Ook weet ik dat Gino daar is. Gino heeft mijn computer samengesteld, die is daar altijd heel goed in. Dus dat is ook wel leuk om te weten, misschien. Ja, en we gaan wel echt een mooie tijd eruit rijden, jongens. Kijk eens aan. 17:23 en zo, ja, dan nu hebben we echt een tijdverschil moeten maken. Zometeen nog Middelburg, Vlissingen, Soepburg en dan eindpunt Vlissingen. Zometeen als wij op station Goes staan, dan gaan wij verder met de laatste comments. En dan vind ik dat we wel even genoeg behandeld hebben. Dan is het volgende week zondag nog. En dan is het even pauze, jongens. Ja, dat apart eigenlijk, hè. Ja, ik vind het ook. En zometeen op het laatste moment, dan gooi ik de remmen erin. De ankers erin. Zo. Even kijken. Gas, laten we dat er eerst maar eens afhalen. Gas. Dat is echt zo'n plaat, hè? Gas. Nee. Gas. Linkerbaan. Dat is echt,
Dat kan je hier wel zeggen. Ik ga toch heel eventjes de snelle save nog doen. Want ik zie dat er allemaal weer dingen ingeladen moeten worden. Dus dat gaat nog een keer mis natuurlijk. Nou, ik kom hier langs mijn oude huis zo meteen. Even kijken. ATB, die halen we er wel even af. Ja, en dan gaan jullie je afvragen, maar woon je dan nu niet meer aan het spoor? Nee, dat klopt. Dat klopt helemaal, jongens. En weet je wat ik ga doen? Ik ga, als ik uit huis ben, mijn vader gaat ook hier verhuizen binnen korte tijd. Dan ga ik jullie laten zien in Train Simulator waar ik precies heb gewoond. Goed? En nu vind ik dat een beetje privacy, privacy technisch niet zo heel erg leuk, zeg maar. Dus. Maar we hebben echt een super mooie tijdswinst gemaakt. Een super tijdswinst. We zijn gewoon in 23 minuten van Roosendaal naar Goes gegaan. En ik denk dat dit echt toch wel een hele verbetering zou zijn. Maar ik ben benieuwd of er genoeg publiciteit voor zo'n lijn zou zijn in Zeeland. Maar die dan gewoon één keer per uur zou rijden ofzo. Of één keer, weet ik veel, 's morgens twee keer een... weet ik veel, heen en weer ofzo. Ik weet het niet. Hoppakee. Of met een soort toeslag dat de Vira hier gaat rijden. Dan komt het helemaal goed natuurlijk. En over een ICMM gesproken trouwens. Ik zag er gisteren nog eentje hier in Goes rijden. Hier in het weekend rijden ze wel eens. Dus dat is wel een apart dingetje. Dan rijden ze hier wel eens, zeg maar. En meestal rijden er dan wel twee in het weekend aan elkaar. Want ja, als het natuurlijk normaal een zesbaks firm rijdt, dan... Ja, dat is dubbele verdieping. Dus eigenlijk moet dat dan ook wel, hè? Weer. Zo. En ik denk wel dat we die kwart voor hem gaan halen, jongens. Kijk maar even onderin. Verwachte tijd is nu 17:34. Dus ik denk dat die kwart voor gewoon gaat lukken. Goed, laten we doorgaan met de comments dan. Chill Rana die zegt... Hey jongens, heb een vraag. Wat voor PC... Oh ja, dat heb ik net gedaan. Rafael Rana, hey jongens, heb een vraag. Een leuke aflevering. Echt super tof dat je zo'n oude die ST... ST-regeling neemt. Oh, dienstregeling. Ja, inderdaad. Dat vond ik ook wel gaaf. En dat kan Edwin Aarts altijd supergoed. Thijs Dimbos. Waar kan je de Thalys Repaint downloaden? Dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij op het treinpunt. Maar dat weet ik niet zeker. Dan eentje van de scenario-maker zelf. In kwestie toen. De one and only Edwin Aartsen. Hoi Victor, weer leuke aflevering. Die trein die je op Lage Zwijlen tegemoet kwam was de trein uit Paris Noord naar Amsterdam Central met de SNF Corrail rijtuigen. Voor de 1100 heb ik Freeware Lock gebruikt. De 1100 van Dutch Classic heb ik ook, maar omdat de scenario ook in het pakket komt te zitten, weet ik dat iedereen die heeft en toch de kans wil geven om het scenario zelf een keer te laten rijden. Als Jerome de route officieel uit heeft gebracht. Nou, dat is al gekozen voor de freeware versie. Oké, nou, dat, heel netjes is dat van jou, Edwin. Daan NS Video's. Hoi Victor, ik hoor aan de sounds van de rem en de pantograaf dat dit een omgebouwde BR-151 is van Train Simulator. In het echt kan de BR-151 maar 120 km per uur. Mooie dienstregeling, Edwin Aartsen. Nou, super mooie complimenten denk ik zo voor jou, Edwin. Monika hier die zegt dan, dat vind ik wel een hele bijzondere comment. Wanneer upload je die Omegle video waar ik in zat? Nou, ik heb helemaal geen Omegle video opgenomen. Dus dat is een beetje een apart dingetje eigenlijk. Dus misschien mochten er mensen fake als ons zijn. Dat is best wel raar op zich. Het waren gehuurde rijtuigen van de SNCF. Oké. Okay. En dan heb ik nog eentje van Treinspotter. Jip, leuke video, Victor. Leuke video, heb geabonneerd. Top, dankjewel Treinspotter, Jip. En dan de laatste comment. Die is van Daan's video's.
Ja, wil je ook een keer op de HSL-lijn rijden? Nou, dat kunnen we een keer doen. Alleen het stukje is een beetje kort, zeg maar. Dus ja, ik wil dat best doen. Alleen het stukje is nogal kort. En weet je wat ik dan eigenlijk eens wil proberen, jongens? Ik daag bij deze andere mensen uit. Kijk, zometeen haal ik misschien wel de hoe moet ik dat uitleggen? Zijn we er om 17:45 en 2 seconden. Dat betekent dat we er dan 45 minuten over hebben gedaan. Ik daag, en dat gaat als we stilstaan, hè. En dan daag ik jullie uit om te kijken of jullie het sneller kunnen. En dat is misschien een leuke uitdaging. Dus als Ruben het scenario wil uitbrengen op Treinpunt, dan wil natuurlijk dat het bekend is van Game Channel, hè, mooie reclame. En dan is het misschien leuk om jullie als screenshot, dat wil ik ook wel zien dat jullie alle stations hebben gehaald natuurlijk. ja, dus dat je dit ziet en de tijd, dat zou ideaal zijn. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan bakken. Jullie kunnen het naar mij sturen op Twitter. @VictorBeekman aan elkaar. Dus VictorBeekman. @VictorBeekman op Twitter. Dan kan je een tweet sturen hoe lang je erover gedaan hebt. En dan... ja, ik weet niet. Misschien wel leuk om een soort uitdaging te doen of zo. Maar goed, over 9 kilometer zijn we op station Middelburg. En ik vind het eigenlijk wel jammer dat in de treinen van Chris dat je daar geen dingen hebt. Moet ik dat zeggen? Zo, afnemers op en neer. Ja, maar ik vind het jammer dat je de dingen niet kan bepalen. Welke stroomafnemers naar boven gaan. Hier zo. Vind ik ook even apart. Even kijken. Zou dit ook zo'nzelfde trein zijn? Oh ja, dit is de ICM. KLM variant. Oude stijl ook al, natuurlijk. Zo. En ik vraag me trouwens af, ik heb dan wel eens scenario's gemaakt. En dan, als je zeg maar aan de achterkant, dus even kijken, hier zo. Ik ga nog even snel zeven, jongens, anders ben ik bang dat het weer misgaat. Als je zeg maar... hoe moet ik dat uitleggen? welke was het nou? Het koppelpunt. Ertussen wil ik eigenlijk hebben. Nou ja, in ieder geval als je zeg maar tussen die twee treinen zit en je doet een oude ICM aan een nieuwe. Ja, dan gaat die oude gaat alsnog die deuren zeg maar open. Alleen die nieuwe niet. Dus dat is super raar. Maar volgens mij gebeurt dat ook als je een oude... ICM aan een firm bijvoorbeeld koppelt. Maar zou je dat ook kunnen uitzetten, vraag ik me af. Dat is misschien een goede vraag. Dus kan je uitzetten dat die harmonica, als ik het even zo mag noemen, dat die niet uitklapt. Ik ben heel benieuwd. Nou, ik denk dat we toch echt wel een tijdswinst hebben van een kwartier, jongens. Op deze manier. Dus van die mensen die zeggen, als je snel rijdt, levert geen tijdswinst op. Nou, jullie zien het. Mooi wel dus. Ja, de snelheid zit een beetje te twijfelen. Ga ik naar 156 of 157? Ja, ik denk echt dat we de tijdswinst wel tussen Berg op Zoom en Goes hebben gemaakt. Denk ik. Zo. En die hadden we even inderdaad beneden moeten doen. En hier kan die weer naar boven toe. En ik ga... Oh, dat was apart. Zagen jullie dat? Die mat 64 werd zo opgesleept. Heel raar. Goed, komen we hier op met 100 kilometer binnen. En ik vind het nog steeds bizar dat je gewoon van Roosendaal naar Middelburg kan in een goed half uur. Dat is echt heel mooi. Hele mooie tijdswinst.
Ja, ik ben hier voor, hoor. Voor deze situatie. Zo. Middelburg is niet zo'n heel lang perron, weet ik toevallig. Maar dit gaat wel lukken. Zo. En ik heb hier vroeger trouwens nog eens een keer op school gezeten. En dan weet ik altijd, er stond mijn fiets hier ergens. En ik kon er ook voor kiezen, want toen was ik student, kon ik ook voor kiezen om met de bus te gaan. En ik weet nog wel, die bus die had altijd vertraging. En die, dan klopten de treintijden niet. Dus dan kwam je aan en dan reed die trein voor je neus. Dat was echt drama. Dus dan heb ik op een gegeven moment de fiets neergezet. En dan kan je gewoon, dan ligt het aan jezelf als je niet doorrijdt, in principe. Dus ja. Goed, we hebben hier ook in Middelburg een korte stop. Misschien wel iets te kort zelfs. Als je dat mij vraagt. Wat een ziek idee. We gaan gelijk door. Ja, het gaat gewoon lukken, jongens. Het gaat gewoon lukken. Het gaat gewoon lukken, die tijdswinst. Echt waar. Ik vind het knap, hoor. Kwart voor gaan we met gemak halen. Echt waar. Ik vind dat dit echt... Ja, jongens, ja, het is misschien ook wel ietsjes te vlot en te strak. Want ja, bedoel, je kan niet in 10 seconden mensen in en uit laten stappen. Maar dan doe je er misschien 5 minuten langer over. Maar het is wel een mooie tijdswinst. Zo. Nou, hier zo gaan we niet door naar de 160 even. Dat doen we. Nou ja, dat denk ik ook niet meer dat dat hoeft. Ik denk dat we nu gewoon weer de ATB ook aan kunnen zetten. Maar ik ben wel benieuwd hoe Ruben, want die heeft natuurlijk dit scenario gemaakt, hoe hij dat gedaan heeft. Dat je op dat bepaalde stuk 160, maar volgens mij moet je dan overal een scenario marker neerzetten, maar... Of een snelheidsmarker, maar dat weet ik niet zeker. Maar ik vind het wel echt super, super, super. Maar dat hebben jullie allemaal gemerkt, denk ik. Ik ben er heel enthousiast over dit. Ik zou, als je zou moeten stemmen hier in Zeeland, ik zou voorstemmen. Weet je wat het dan is? Als je nou naar Roosendaal wil en je moet heel snel naar Roosendaal, dan kan je daar gewoon een andere trein pakken. Misschien moet je dan wel proberen... Ja, ik denk dat het wel heel slim is, ja. Als je dan op de wat grotere stations misschien een extra perron erbij bouwt. Dus zoals op Goes of zo. Oeh, er komt nog wel een hele vlotte snelheid binnen, zie ik. Ik denk dat we even de noodrem erop moeten gooien. Bijvoorbeeld... Een station net als Goes. Oh jongens, ga ik er nou voorbij? Ik ga er gewoon voorbij. Ik ga toch even die noodrem erop knallen. Ja, het moet dit. Dit is echt lang geleden dat ik dit zo slordig gedaan heb. Echt waar. Nou ja, we staan er. Dus wat maakt het ook uit, hè? Even kijken, zo. Zo. Ja, jongens, echt waar. Een hele, hele mooie tijdverschil hebben we gemaakt. Passagiers zijn in- en uitgestapt. Maar dan vind ik eigenlijk dat je Vlissingen-Soepburg moet overslaan en dan net overal nog wat meer tijd ertussen. Dan zit je netjes, denk ik. Nou, dan hebben we nu natuurlijk misschien niet zo netjes gereden, maar we hebben wel een lekker tempo erop gehad.
Volgens mij moeten wij zo meteen 40 of zoiets. Even kijken. Sowieso moeten we wat afremmen. En natuurlijk moet inderdaad deze trein op spoor 3 binnenkomen. Want dan kan je zo wop, rechtdoor, remmen. Tijd stoppen, klaar. Dus daarom geef ik nu ook nog even lekker extra gas. Want dat moet het tijdverschil maken natuurlijk. Ja, toch 40, dat is jammer, dat is jammer. Misschien dat we toch nog eventjes een wissel over moeten ofzo. Ik weet het niet. Ja, ik ben benieuwd hoor jongens, of dit ooit gaat gebeuren. Maar wie had dat serieus ooit verwacht? Van Vlissingen, of van Roosendaal naar Vlissingen in 38 minuten. Ja, ja. Dat is echt een hele mooie, bijzondere prestatie. We zorgen dat de trein helemaal compleet stilstaat. Op het linksonder dat het treintje ook echt zo... Kijk. En stop de tijd! 46 stond hij. We hebben er 37 minuten en 46 seconden over gedaan van Roosendaal naar Vlissingen. En holy fuck, wat ben ik daar trots op en is dat een mooie prestatie. 37 minuten en 46 seconden van Vlissingen, of van Roosendaal naar Vlissingen, waar je normaal echt meer dan een uur over doet. Dus ik denk dat we heel veel mensen hier blij hebben gemaakt. En ze lopen hier ook echt allemaal met een smiley de trein uit. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. En hoe lang heeft het erover gedaan? De normale stop Intercity doet er 1 uur en 2 minuten over. Nou, ik vind het een applausje voor mezelf. Echt waar. Heel mooi. En Ruben natuurlijk, jij ook bedankt voor jouw geweldige scenario. Ik hoop dat die snel te downloaden is. Dan kunnen jullie een wedstrijdje tegen mij doen. Misschien zijn jullie sneller dan die 37 minuten. Ik ben heel benieuwd. Jullie mogen het voor mij gaan doen. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Wauw, wat was dat een gaaf scenario, hè? Echt waar. Ik zou zeggen, laten we gewoon fucking zoveel mogelijk duimpjes omhoog geven. Ik zeg 50 duimpjes omhoog voor Ruben zijn geweldige scenario. En dat zal hem vast echt wel motiveren om nog meer van die geweldige scenario's te maken. En wil je naar de vorige aflevering zien van Train Simulator? Daar reden we met de DDR. Afgelopen dinsdag was dat. Check dan even de video hierboven. Hieronder zie je een knop. Dan kan je eventjes op dat duimpje drukken. En hier zo zie je een rode abonneerknop. Heb je dat nou nog niet gedaan? Doe dat dan eventjes. Want wij gaan alleen maar gavere video's maken. Tenminste, dat is wel mijn bedoeling. En wat wil ik nou nog zeggen? Oh ja. Volgende week natuurlijk. De laatste week, als ik het goed heb, voor de eventjes de break. Dus dinsdag zie ik je graag weer met Train Simulator. Doei!